Hallo, mijn naam is Jennifer Munslag en welkom bij alweer de 5e aflevering van Nieuw Amsterdam. Onze nieuwe late night talkshow waar we wekelijks kijken wat er allemaal in Amsterdam speelt op het gebied van kunst, creativiteit, ondernemerschap, wetenschap. Wat ligt er allemaal in de schappen van Amsterdam? Deze week ook weer heel gezellig. Ik heb gasten aan tafel bij me. We gaan het onder andere hebben over dit nieuwe boek wat er is gekomen, Gravity in the Campering. Ik heb op Zoom ook weer gasten. Ik ga weer digitaal op bezoek. Onder andere Museum Amsterdam, Monument der Regentessen. We hebben heel veel gasten. Of course heb ik weer ook iemand die aansluit en die ook de avond prachtig afsluit. Maar we gaan beginnen bij een digitaal bezoekje. En net iets buiten Amsterdam. Maar dat komt helemaal goed. We gaan naar onze buren in Haarlem. Check mee. Ik heb via de Zoom zitten Hans Looijen, CEO van Museum van de Geest. Hallo Hans. Hi. Hoe is die? Ja, hier gaat het goed hoor. Ja, gaat het helemaal lekker? Ja, maar we horen wel een beetje bij Amsterdam, hè? Ja, wel. Haarlem zeker is toch wel een beetje Amsterdam-West, toch? Een beetje verlengd van iedereen, hè? Amsterdam, daar willen we bij. Want nieuw museum, of nou ja, nieuw moet ik zeggen, nieuw museum. Want 2 jaar geleden heette het volgens mij nog Nationaal Museum voor Psychiatrie. En nu is dat Museum van de Geest. Ja. Betekent dat dus nieuwe naam, nieuw museum? Ja, helemaal vernieuwd. Kijk, psychiatrie is natuurlijk een zwaar boeiend onderwerp, maar dat staat ook wel heel erg van ons af. Ja. En ja, dat heb je liever niet. Ziek zijn, dus niet kunnen. Dat is wel een heel belangrijk onderwerp, want 1 op de 4, 5 Nederlanders krijgt daar in zijn of haar leven mee te maken. Mm-hmm. Maar de geest, dat hebben we allemaal. We zeggen wel, ja, we hebben de grootste collectie van Nederland. We hebben 17 miljoen exemplaren. Wauw. Oké, okay, nou, dat is een hele goeie inderdaad. Want ik vind het ook wel, de naam Museum van de Geest klinkt veel ruimer dan Nationaal Museum voor Psychiatrie. Want dat valt in term misschien inderdaad. Dat je denkt, oh ja, dat is zwaar. Ik weet niet of het iets is voor mij. Terwijl, ja, met mijn geest, ruimdenkend, denk ik, oké, okay, ik ben wel heel erg benieuwd. Maar wat kunnen we een beetje verwachten daar? Nou, kijk, wat je moet voorstellen, ik zit hier in een van de laatste zalen en dat is een heel oud stukje. Mm-hmm. Het oudste deel van het gebouw, dat gaat 700 jaar terug. Dat is nogal even wat. Dus wij, ja, dus die kapel die je achter je ziet, die is voor het eerst vermeld in 1319. En wij hebben in het museum eigenlijk een ontdekkingstocht nu opgezet naar de geest. Dus waar bevindt dat ding zich? Wat kun je ermee? En hoe werkt die? En 700 jaar zorg voor de geest. Wow. Denken over de geest door de tijden en culturen heen. Hè? Mm-hmm. De verschillende culturen komen met verschillende verklaringen voor als het niet werkt. En verbeelding van de geest. Dus dat wat er nog niet was, maar wat de geest voortbrengt. En dan moet je nadrukkelijk denken aan beeldende kunst. Achter mij hangt de Melanie Bonaio, maar ook spoken word, liedkunst, theater. Het is natuurlijk een hele rijke wereld die we met elkaar tot stand brengen. Nice. En sinds wanneer zijn jullie weer geopend? Ja, we zijn heel vereerd. 24 november heeft koningin Maxima hier voor ons glaswerk van Jennifer T. Onthuld. Mm-hmm. En daarmee het museum officieel opengesteld. Dus vanaf 25 november is het publiek weer welkom. Nog wel even met tijdsloten en mondkapjes. Dat kan niet anders in deze coronatijden. Nee, dus, en welke exposities zijn er vooral nu te zien? Ja, we hebben dus die vaste opstelling. Dat is eigenlijk de Open Geest Tour. Mm-hmm. Die is echt aan te raden. Je kunt ook de Flow Slow Art Tour doen. Dan kom je in aanraking met 5 kunstwerken. Of de Kindertour. En vanaf volgende week is ook een tentoonstelling over wie ik ben, gaat niemand wat aan. Ja. Werk van Marlene Dumas. Nice. En yes. Dit is in Haarlem. Dat zit in een voormalig dolhuis. Mm-hmm. Wat is een dolhuis? Ja, dus kijk, eigenlijk is het een quarantainegebouw af alle letteren. Nu met corona snappen we het allemaal. Ah, hier heb je het werk van de Marlene Dumas. Oh. Wat we straks gaan zien. Maar eeuwenlang is het natuurlijk van, wat moet je met mensen die heel anders zijn dan de norm? Mm-hmm. En dat is in alle tijden en alle culturen zo. En in eigenlijk vanuit het Vlaamse en Bourgondische Rijk kwamen dolhuizen op. Dus quarantainegebouwen, mensen werden buiten de stad
in een huis verpleegd, tot ze er niet meer waren. Daar ging het eigenlijk ging het over. En die muren die van uitsluiting, Nazmi Oral vertelt, als was zij het huis, het dolhuis, wat heel veel meegemaakt heeft door de eeuwen, wat er allemaal gebeurd is. En zo is dat de drager geworden van ons verhaal over inclusie. Wauw, I like. En, maar er is ook een vestiging in Amsterdam. Ja, we hebben twee vestigingen. Museum van de Geest, Dolhuis Haarlem. En Museum van de Geest, Outsider Art, Hermitage, Amsterdam. Ja. Dat is in 2016 geopend. En daar is nu, dat kan ik echt iedereen aanraden, ren daarheen tot begin januari de tentoonstelling te zien van de grootste outsider kunstenaar van Nederland, Willem van Genk. Woest. Woest. Ja. Is ontvormgegeven door Willem van Walter van Beierendonk. Ja, die stof die heb ik gezien. Ah, very impressive. Ja, echt. Wow, de details. Volgens mij kan je daar drie keer naartoe gaan en drie keer weer hele andere dingen vinden. Absoluut. Ja dat is geweldig. Dus dat, leuk dat je het gezien hebt. Ja, echt heel tof. Ja, dus het leent zich heel erg. En nu heb je bijvoorbeeld een aantal ontwerpers van street artware die willen daar ook dingen met ons gaan doen. En zijn helemaal geïnspireerd. Dus ja, dat resoneert echt helemaal. Dat is geweldig. En als we een beetje in de toekomst mogen koekeloeren, wat ligt er in het verschiet? Wat gaat er de komende jaren vooral gebeuren in de musea? Nou, kijk, ik denk dat deze twee musea laten gewoon het mens zijn zien, hè, van ons allemaal. Ja. Allemaal een geest. In Amsterdam is het vooral de kunst. En maar kom je ook de mens tegen. En in Haarlem, hier zie je een mooie installatie ook. Een heel mooi winterbeeld met Moeder Aarde, maar ook Kalimantan kleed. Dus waar bevindt de geest zich in verschillende culturen? Wat brengt die geest allemaal voort? Daar kun je een mooi programma van ons verwachten. Ook met debats, lezingen, eenacters, muziek. Dat gaan we allemaal doen de komende tijd. All right. Nou ja, waar zitten jullie precies in Haarlem? We zitten achter het station. Dus als je uitstapt, het station en de Schoten Single nummer 2. In een heel mooi parkje. En we hebben het heel groot op de muur gezet. dus je kan bijna niet missen. Je kan hem niet missen. Lekker makkelijk met OV te bereiken. Of fietsen, hoe je dan wil gaan. Check it out. Ontzettend bedankt voor deze info. En misschien tot heel gauw. Graag tot ziens. Yes, dankjewel. Museum van de Geest. En dat was Hans Looyer. Tof, klinkt. Ik zag jullie knikken, want ik heb hier gasten aan tafel. Ik ga ook absoluut nog niet doen alsof ze er niet zitten. Maar ik zag jullie al knikken. Interested? Lijkt het wat? Oh, ik wil zeker die outsider art wel bekijken. Ja, die is echt tof. Ja. En een keer als in Haarlem ben, misschien ook wel eens even daar langs. Oké. Okay. Ja. Top. Want we gaan naar mijn gasten aan tafel. En die ga ik natuurlijk eerst netjes introduceren. Want ik zei het net al, er is een boek uitgebracht. En daar zitten een paar hele mooie geesten achter die samen zijn gekomen. En die dachten, oké, er moet iets weg. Maar als er iets weg moet, moet je niet zomaar een gat laten. Nee, dat gat moet je opvullen. Willen we opvullen met z'n allen. En de samenwerking is onder andere tussen Imagine I See, Mick LaRocque. En dan heb ik Richard van Tichelen van Dutch Graffiti Library. Jullie hebben samen besloten, er moet een boek komen en wij gaan het er nu over hebben. Oké. Hoi. Jullie zijn er. Super dope. Graffiti in de campering. Ik vind het heel tof. First of all, omdat ik zelf ook in de campering heb gewoond heel even. Mm-hmm. En want het staat er niet meer. Die garage, wat hier in het boek zit, staat er niet meer. De flat staat er niet meer. Maar jullie hebben met heel wat mensen bedacht, daar moeten we voor zorgen dat het niet zomaar verdwijnt, maar dat het wordt vastgelegd. Zeg je dan een beetje goed? Ja, je zegt het goed. Alleen, misschien wel goed, wij hebben het niet bedacht, maar eigenlijk hebben de bewoners en al omwonenden van de garage, die hebben eigenlijk het signaal afgegeven van, wij hechten waarde aan de campering en aan de garage. En wij hechten ook waarde aan de graffiti die daar staat. En wat kunnen we daarmee? Ja, dus toen was het zo van, oké, dan moeten we gaan brainstormen. Hoe gaan we dat doen? Ended up in een boek. Maar even naar het begin. Want Mick, om bij jou te beginnen. Ik heb een legend aan tafel zitten. Dat gaan we niet ontkennen. Jij bent een van de eerste vrouwelijke graffiti artists uit Europa, volgens mij zelf. Yep. Dat is super dope. En ik vind het heel, heel mooi om te zien dat jij daar heel bescheiden onder bent. Maar hoe is dat voor jou?
Ja, voor mij is het denk ik wel gewoon. Is het omdat, normaal. Omdat inmiddels heb ik er al 37 jaar met een spuitbus in mijn hand op zitten. Dus even voor, ja, ik vind het altijd nog wel heel bijzonder als iemand mij een legend noemt of zo. Dat waardeer ik enorm. Maar ja, graffiti is voor mij de rode draad in mijn leven. En daarin niet bijzonderder dan andere dingen in het leven. Het is echt, dit is wel jouw manier van uiten, jouw channel geweest. 37 jaar lang al. Ja. Ben jij hiermee bezig? Ja, het is mijn ding. Ja, ik ben als een kind opgegroeid met de eerste hip-hop, weet je wel? Die eerste golf, en daar hoorde graffiti bij. Mm-hmm. En als jonge kids waren we gewoon ontzettend met die hele hip-hopcultuur bezig. En uiteindelijk vind je tussen al die elementen van word je een rapper, word je een DJ, ga je dansen, wat ga je doen? En mijn grootste talent lag echt bij het creëren van het beeldende. Dus en in graffiti kon ik mij echt helemaal vinden. Gewoon een naam painten op een muur. Daar hou je een soort van zelfbevestiging uit die je misschien als tiener, weet je, tienertijd is moeilijk. En je hebt gewoon een soort alter ego waar je ontzettend je ding mee kan doen. Mm-hmm. Wat je misschien als gewone tiener niet helemaal durft te uiten. En de campering dan, of de Bijlmer, welke rol heeft dit voor jou gespeeld, vooral in je carrière? De Bijlmer is voor mij echt gewoon mijn plek op aarde. Ik kom uit Groningen oorspronkelijk, maar al heel vroeg vanuit die hiphopcultuur was de Bijlmer voor mij, ook in een tijd dat we nog geen internet hadden. We waren te jong om al te mogen reizen naar New York, waar het allemaal gebeurde. En de Bijlmer kwam met zijn hoge metrobaan en met je ziet het achtergrond. De flats, de Honingraad flats, de gemixte culturen. Toen destijds was de Surinaamse cultuur was echt dominant daar. En ik kon zo genieten van al die winkeltjes en gewoon van alles. Het was gewoon, voor mij was het het dichtste wat bij New York en bij een plek waar graffiti moet zijn kwam. En ik ben er ook echt met heel veel plezier gaan wonen. Ook al best wel een tijd geleden. En mijn studio staat er ook nog steeds. Dus, nice. Ik ben echt een onderdeel van de Bijlmer. En ik verwerk de Bijlmer ook als kunstenaar in mijn werk. En ik denk gewoon de Bijlmer, maken met elkaar, je weet toch, jullie. In de tijd, er is zo'n lange tijd geweest dat de Bijlmer echt in een slecht daglicht stond. Oh ja, alleen maar. En voor mij was dat juist gewoon niet zo. Ik zag de beauty van de Bijlmer, van het beton en van alles wat daar gebeurde. Waarvan ze zeiden, het is mislukt. Maar als je er was en je keek tussen de dingen door, dan zag je dat het niet was mislukt. Alles was er. Ja, je moest er bijna vandaan komen om het te snappen. Als je er niet vandaan komt, dan had je alleen het negatieve beeld. En dan snapte je ook niet, wat zitten mensen nou negatief te praten over thuis? Ja, maar laten we wel wezen. Er waren tijden dat je op zaterdag bijvoorbeeld bij winkelcentrum Ganzenhoef echt jezelf tussen de junkies moest doorwurmen op een zaterdagmiddag. Mm-hmm. Dat is natuurlijk niet helemaal normaal. Nee, maar dat is in het verleden. Ja, inderdaad. Dat was toen. Als je dan uiteindelijk met je graffiti ook, in mijn geval met mijn werk, zo verbonden bent aan mijn leefomgeving en aan het beton van de Bijlmer. Ik heb in verschillende flats gewoond. En ja, de parkeergarages waren gewoon daar een onlosmakelijk onderdeel van. Ja. Maar ook een plek waar je eigenlijk liever niet kwam. Ja, een beetje shady, een beetje spannend, maar misschien dan voor degene die daar, weet je, een taak kunnen doen, helemaal een canvas dat je zegt, hier wil ik op losgaan. Nou, en dat was het, omdat het was afgesloten, het was er wat donker. De parkeergarages werden niet meer echt als parkeergarage gebruikt. Mm-hmm. Er waren tijden dat als je je auto daar parkeerde en je kwam terug bij je auto, was die gestript, weet je. Wow. Maar voor graffiti was het uiteindelijk gewoon zo'n fijne plek. Zoveel vierkante meters en niemand die zich erom bekommert of jij dat nou wel of niet doet. Omdat het uit het zicht is van de openbare ruimte. Ja. En je bent even in je hele eigen, bubbel. Heerlijk. Ja. En jij zit ook, Richard van Tichelen heb ik hier van Dutch Graffiti Library. Ja. Jij zit dus ook in die bubbel dan. Kan je vertellen, wat gebeurt er? Wat doe jij onder andere?
Nou ja, het is denk ik, het klopt wat je zegt, hè? Hoofdrolspeler. Vroeger speelde ik ook wel een rol, maar ik noem het meer qua graffiti en meer misschien een figurante rol. Mm-hmm. Alleen wij hebben ons toen al echt in de jaren 80 al heel erg bezig gehouden met documenteren, met verzamelen, met fotograferen. En graffiti is natuurlijk vergankelijk. Ja. Absoluut een wezenlijk onderdeel van de hele cultuur. Maar wij hebben eigenlijk altijd al heel veel vastgelegd. En dat is een soort van passie geworden. Dat is uitgemond in een brede verzameling die denk ik heel goed representeert hoe die cultuur in elkaar zit en wat erin zit. En dat hebben wij omgedoopt tot Dutch Graffiti Library. En wij publiceren, we doen zelf wat onderzoek, we verzamelen nog steeds veel. Maar met name zijn we nu bezig om erfgoed en om verhalen voor het nageslacht eigenlijk bewaard te laten. En dan uit heel Nederland? Of ja. Grotendeels uit Amsterdam? Nee, we focussen op heel Nederland. Oké, ja. Ja, nice. Alleen wat heel tof is van een parkeergarage, de campering, is dat het is een unieke plek. Wat maakt het zo uniek? Ja, weet je, dat eigenlijk een hele vieze oude parkeergarage, mm-hmm, zo'n rol speelt in het leven van mensen. Ja. En dat het veel meer is dan alleen maar dat er alleen maar geparkeerd werd, maar dat er gekerkt werd, dat er gezongen werd, dat er optredens waren, dat graffiti daar eigenlijk het behang van een omgeving vormde, weet je wel. Het toffe vond ik, wij zaten in de gesprekken bij Imagine IC. En dan zei iemand van ja, ik liep altijd op de Sintelbaan die er was gecreëerd in de. Mm-hmm. In de garage liep ik altijd mijn rondjes. En iedere keer zag ik diezelfde piece. Die piece die heb ik denk ik 10.000 keer voorbij zien komen. Dat is zo'n iconisch ding geworden voor mij. Ja, dat zegt veel meer dan het werk zelf. Ja, ja, inderdaad. Want het gaat iets betekenen. Ik vind het heel mooi dat je zegt inderdaad het behang van die plek daar, toch? Het hoort erbij, je loopt er langs. Want ik heb een beetje in het boek gekeken. En ik bij eentje dacht ik ook, wow, volgens mij ken ik dit uit mijn jeugd dan toen. Ik ben ook deels in de Bijlmer opgegroeid. Dat ik dacht, joh, dat herken ik. Maar dat het een herinnering ophaalt. Ja. Een gevoel teruggeeft, dat ook. Weet je, dus als dat zomaar weggedaan zou worden, neem je een stukje van mijn herinnering weg. Maar dat is precies, denk ik, wat het ook is. Hè. Dat maakt natuurlijk ook erfgoed. En dat maken herinneringen bepalen, of die bepalen die je met elkaar meeneemt, mm-hmm, die zijn eigenlijk het meest waardevol. En dit is, denk ik, een manier in zo'n boek om dat goed te doen. Het is een tof boek geworden, by the way. En ik want voor de mensen die hem thuis, die denken, deze staat hierop, dus ik heb hem real life hier. Die heb je nog weten te redden voordat de garage plat ging? Ja, we hebben toen met Imagine IC hebben we een schouw gedaan door de parkeergarage heen om te kijken welke items we eventueel zouden kunnen conserveren voor het nageslacht. Niet alleen graffiti gerelateerd, maar garage gerelateerd. Alleen helaas was de schouw al wat laat in het hele proces en waren er al de mooiste borden waren al weg. En de mooiste dingen waren er niet meer. Maar het is ons nog gelukt om wat nummerbordjes, van die nummerplaatjes van de parkeervakken van de pilaren mee te nemen. En dit bord. En er is uiteindelijk nog een pilaar uit de garage is bewaard gebleven door de sloper. Mm-hmm. En we hopen dat die zal worden hergebruikt in het gebouw wat op dezelfde plek uiteindelijk zal worden neergezet in de toekomst. Maar ja, het was wel heel leuk om op die manier te kijken naar die oude garage. Kijk, voor mij was het altijd gewoon een stinkgarage waar ik graffiti kon spuiten. Ja. Maar als je dan met een hele groep erfgoedprofessionals er doorheen loopt, die al anderhalf jaar bezig zijn met dat onderzoek naar de emoties die mensen hebben als ze denken aan de parkeergarage campering. En dat was heel uiteenlopend van mensen die het haten, die echt voor hun kon die stinkgarage niet zo snel. Snel genoeg weg. En dat als je door hun bril kijkt, dan kan je dat ook heel goed begrijpen. Ja. Maar er waren ook bewoners die, zoals Richard al zei, echt zich hadden gehecht aan de graffiti die aan de buitenkant stond of aan de binnenkant. Mm-hmm. En uiteindelijk kwamen dus ook de graffiti-spuiters zelf in beeld. En vanuit het erfgoedonderzoek van Imagine IC zijn wij uiteindelijk uitgekomen op van we gaan met de makers van de graffiti praten en
we gaan een boek maken over de campering. En eigenlijk is dat best wel bijzonder, want in campering stonden ook echt, staat niet alleen maar hele mooie graffiti. Er staat echt, je kent het hele spectrum van graffiti, van oerlelijk naar supermooi. Dat staat er allemaal. Het is er allemaal. Staat er allemaal in. En er worden niet vaak boeken gemaakt over de lelijke versie, maar de lelijke variant van graffiti. Maar het mooie is, kijk, pas op het, je kan pas iets moois maken in graffiti als je bent begonnen bij dat je nog helemaal geen controle over die spuitbus had en je had nog niet genoeg getekend, lelijk. Ja. En het mooie is dat gewoon al die vormen in die garage zaten. En ik denk dat dat ook iets is wat het boek zo bijzonder maakt. Ja. Ik wou zeggen, is dat ook een beetje wat het anders maakt, wat het bijzonder maakt? Vooral? Nou, wat het sowieso bijzonder maakt, is denk ik dat het een van de laatste plekken met rafelranden in Amsterdam is. Weet je, een heel aantal jaar geleden, ja, toen had je overal wel van dit soort plekken. Mm-hmm, maar die zijn er bijna niet meer. Nee. Weet je, dus een van die schrijvers zei ook van tegen mij van, ja, weet je, het was gewoon mijn schetsboek. En dat is het ook, weet je. Je hebt ook plekken nodig om te ontwikkelen en om jezelf te leren kennen. En om jeugd ruimte te geven om creativiteit tussen aanhalingstekens te laten bedrijven. Mm-hmm. De camping was die plek. Ja. Weet je, dat is en hiermee laten we zien dat het belangrijk is ook om misschien wel dit soort plekken met raamvoorhanden met iets meer respect te benaderen dan de sloopkogel erin en weg ermee. En alles weer aanharken. De stad wordt is inmiddels al zo aangeharkt. En het is echt een gemis aan dit soort plekken. Ja. En hoe verder de echtheid, de rauwheid. Ja. Dat hoort ook. Maar hoe kijken jullie een beetje tegenaan dat het nu weg is? Dat het plat is nu? Ja, voor mij is het, ergens is het jammer, maar niks blijft hetzelfde in het leven. Dus en als graffiti-maker ben je al gewend dat niks blijft. Alles wat je maakt op straat heeft een relatief korte levensduur. Want hier zien we bijvoorbeeld op de foto, dit is van een soort van afscheid, toch? Ja, dit was heel mooi. Dit was het afscheid wat bedacht was door die hele erfgoedgroep de campering, The Monument of the Mind had gedaan. Dat was zeg maar dat onderzoek. En ja, ik geloof dat dit het idee was van architect Peter Doutzenberg, die zich ontzettend had ingezet voor behoud van het gebouw en voor herbestemming van het gebouw. En toen dat uiteindelijk niet mogelijk bleek, is dit het kunstwerk wat hij had bedacht. En ik geloof, ik weet niet hoeveel kaarsen het waren, maar elke kaars stond voor, was het een week of een maand dat de garage heeft bestaan. En uiteindelijk liepen we in een soort processie. Door corona kon het niet in een processie, maar hadden we een soort processie met timeslots. Ja. Maar liepen we in tweetallen met zo'n kaars naar de garage en dan je liep naar boven over die ramp. En dan zette je de kaars bij die kaars en ondertussen werd er gezongen. En het was eigenlijk wel een heel mooie manier, plechtig, om afscheid te nemen van die oude stinkgarage. Want wie doet dat op de... En ik hou wel van die het contrast erin, toch? Ja, precies. Heerlijk. Klopt. Zo bijzonder. En nogmaals, even terug het boek. Hij is af. Staat alles erin wat erin had moeten staan, denk je? Vinden jullie zelf? Het is ik denk dat het een hele goede representatie is van de verhalen rondom de campering. Je kunt nooit compleet zijn, maar ik denk dat degene die... Dat het een hele goede afspiegeling is. En dat het ook, we hebben er ook nog een stuk historie in verwerkt. Hè? Dus dat het naast de unieke plekken in de Bijlmer komt te staan. Je noemt het zelf iets vanuit de Hofgeest. Gasper Plasjard, weet je. En ook de campering zijn in deze, denk ik, toegevoegd aan de historie, graffiti-historie van de Bijlmer. Weet je? En het lichter en compleet. Het verhaal is wel compleet, denk ik. Ik denk dat we het niet completer hadden kunnen maken. Een extra foto erin of niet, dat had het niet completer gemaakt. En net wat Richard zei, ik denk dat die drie wapenfeiten die in de Bijlmer zijn geweest op het gebied van de Nederlandse graffiti-historie, dat in het laatste katern is toegevoegd, is echt nog een extra waarde in het boek. En voor de graffiti-liefhebber ook echt een must-read. Ja. Een must-read. Ja. En waar kunnen mensen meer info vinden over dit boek? Nou, kijk op de website van Dutch Graffiti Library. En daar valt meer te lezen. All right.
Nou ja, kijk op die website. Heel tof. Sowieso jullie ontzettend bedankt dat jullie bij me zijn geweest hier aan tafel. Blijf vooral nog even zitten. En ik ga alvast naar mijn volgende gast. Maar nogmaals, jullie bedankt. Imagine I See bedankt. En alle mensen inderdaad die zeiden, hé, maar hier moeten we wat mee. Dat jullie dan met z'n allen daar aan de haal zijn gegaan. En dit boek hebben gebracht. Thanks. Ja, mag ik daar nog één ding aan toevoegen? Tuurlijk. Want het was uiteindelijk niet alleen het boek wat is gemaakt. Er is ook nog een 360 graden video uitgebracht door een digital tour. Een digital tour. En die is niet door de Dutch Graffiti Library uitgebracht, maar door het Street Art Museum Amsterdam. En meer informatie daarover, want je kan er zo'n virtual reality bril bij opzetten. Ja. En dan kan je ook nog echt in een soort van in real life, maar dan door de garage lopen. Door de garage reality. Lopen. Oh, en I love. Volgens mij kan je daar de informatie over opvragen, ofwel bij het Street Art Museum Amsterdam, of bij Imagine IC zelf. Ja, yeah. Right. Check sowieso, check die website, haal die info. Dankjewel nogmaals, Mick en Richard. En jullie bedankt voor het kijken. Wij gaan nu naar een heel ander museum. Ik ga namelijk naar de Zoom, want we gaan het hebben over Monument der Regentessen. Yes, ik heb namelijk curator bij Amsterdam Museum, Imara Limon, via de Zoom erbij. Imara, ben je er en hoor je me luid en duidelijk? Yes, ik hoor jullie. Ik hoop dat jullie mij ook horen. Ja, zeker, zeker, zeker. Want jij werkt bij het Amsterdam Museum, je bent daar curator. Maar wij gaan het hebben over een tentoonstelling die te zien is in de vleugel van de Hermitage. Ja, in de Amsterdam Museum Vleugel van de Hermitage is op dit moment de tentoonstelling Monument der Regentessen te zien met werk van Natasja Kensmeel. Ja, en kan je ons even kort vertellen, wie is Natasja Kensmeel? Ja, Natasja Kensmeel is een fantastisch beeldend kunstenaar en zij schildert. Ze maakt schilderijen over altijd die iets te maken hebben met de geschiedenis van Nederland en met de manier waarop we erfgoed en geschiedenis in beeld hebben gebracht door de eeuwen heen eigenlijk. Ja, en in deze tentoonstelling, want ik heb natuurlijk wat beelden gezien. Ik dacht, wauw, hier wil ik sowieso naartoe. Want het zijn geen kleine kunstwerken. Volgens mij zijn het best wel grote masterpieces die ze heeft gemaakt. En kan je ons een klein beetje vertellen over de tentoonstelling Monument der Regentessen? Welke verhalen kunnen we daar vooral vinden? Want het is echt op een prachtige manier gedaan die best wel impact maakt volgens mij als je ervoor staat. Ja, het zijn heel indrukwekkend haar werken. En de context eigenlijk wat je hier nu ook ziet op de achtergrond is de vaste presentatie van het Amsterdam Museum met grote groepsportretten van de stad. Groepsportretten van de 17e eeuw. En daarin zijn allerlei werken die al eeuwenlang bewaard zijn gebleven in de stadscollectie, zijn daar langdurig te zien. En dat zijn, als je daar staat, hele grote portretten met allemaal hoofden erop, allemaal mensen die leefden in die tijd. Ja. En als je daarnaar kijkt, dan zou je wel eens kunnen denken, dit was de hele samenleving van die tijd, want dat is gewoon wat er bewaard is gebleven. Ja. Nou ja, je ziet veel mannen, witte mannen. Heel veel, alleen ook. Maar, bijna. ja, natuurlijk. En uit die tijd, dan zou je bijna denken, dat was die tijd. Nou, ze hebben prachtige kleren aan. Ze staan er heel statig op, die portretten. Mm-hmm. En Natasja Kensmeel heeft ook onderzoek gedaan naar die tijd. En wat was er nog meer in die tijd? Want de 17e eeuw is natuurlijk ook de tijd, zijn koloniale hoogtijdagen van Nederland. Ja. Macht, welvaart, de rol van vrouwen was anders dan de rol van vrouwen nu. Bijvoorbeeld in al die verschillen heeft hij naar gekeken en komen eigenlijk weer terug in haar werk. Haar werk, dat zijn de hedendaagse portretten die we ertussen hebben gehangen. Dus die je nu ook één voor één voorbij ziet komen. Ja, inderdaad. Er zijn ook personen te zien. Het zijn portretten van regentessen bijvoorbeeld uit die tijd. Regentessen, dat zijn vrouwen die wel bestuursfuncties konden uitvoeren, mm-hmm. maar dan alleen bij liefdadigheidsinstellingen. En ze vraagt zich dan ook af, was dat dan bijvoorbeeld de emancipatie van toen, wat je dan wel kon, de mogelijkheden die je had. Ja. Maar zijn zij niet tegelijkertijd ook verbonden met dat koloniale systeem en de welvaart die vergaard is, met ook weer negatieve gevolgen voor de mensen die daaronder leden, in gebieden over zee bijvoorbeeld. Ja. Dus al die subtiele verschillen van toen, nu, hier, de stad Amsterdam en de gebieden over zee, al die verschillen maakt zij inzichtelijk met haar werk. Ja, en het heeft bijna iets als
Weet je, als je vroeger je fotorolletje zo negatief, weet je, het is bijna alsof het daarin is geschilderd. Of met, ik vind het echt, het heeft iets spookies. Maar daardoor wordt het heel interesting of zo, toch? Een beetje die geest van die tijd die ze misschien willen verdoezelen, die zet zij gewoon midden in die kamer. Zo van, hé, maar dit was er ook. Ja, dus qua beeldtaal heel uitgesproken. En eigenlijk moet je er vlak bovenop staan om het goed te kunnen zien. Want je ziet dan enorme klodders verf. En op sommige plekken is het juist weer heel gedetailleerd geschilderd. Zie je echt alle details in de kleding. Maar met zo'n schip bijvoorbeeld, dat is dan in heel donkere kleuren. Echt nooit in het zwart. Altijd een vermenging van verschillende kleuren. Ja. Heel verschillende texturen. En echt qua formaat enorm indrukwekkend. Daarom pasten ze ook zo goed in die ruimte. Dus daarom, ze gaan ook echt een interactie aan met wat er al hangt in die ruimte. Dus heb ik echt gekeken naar die tijd en naar die groepsportretten van toen. Heel fijn. En waar en tot wanneer kunnen mensen deze tentoonstelling bezoeken? Nou, ze kunnen nog bezoeken tot 29 augustus volgend jaar. Dus in die Amsterdam Museumvleugel. In de Hermitage aan Amstel 51. Top, oké, dus we hebben gelukkig genoeg tijd. Ik dacht, je ging zeggen 29 december. Ik wou zeggen, hey, dat is... we hebben het niet opgehangen om ze een maandje te laten zien. Nee, tuurlijk niet. Maar tof. Dus tot de 29ste van augustus 2021. En ook daar. En nog veel langer ook bij ons. Want we hebben ook bijvoorbeeld Negenluik hebben we gekocht. Dus dat kun je nog heel erg lang zien. Oh, kijk, top. Te gek. En het schip ook. Kijk, Imara, ontzettend bedankt dat je er, dat je hier licht op hebt geschenen voor ons vandaag. En dat wij nu weten waar we dit kunnen bezoeken. Deze prachtige werken van Natasja Kensmil. Ja, dank je wel. Monument der Regentessen. En wie weet tot gauw. Doei. Bedankt, tot gauw. Wauw. Yes, en vrouwen van toen de tijd, gaan we naar vrouwen van nu. Want ik ga onder andere in gesprek met journalist Lisbeth Staat. En zij heeft de vraag gesteld, waarom werken vrouwen niet? Wat? We gaan het er nu over hebben. Hoi. Hallo. Lisbeth Staat heb ik hier aan tafel bij mij. En natuurlijk stel je die vraag niet zo plat. Hey, waarom werken vrouwen niet? Want jij hebt een hele docu-serie gemaakt eigenlijk. En daarin was de vraag, waarom werken vrouwen niet? Ja, ik zeg altijd, waarom werken vrouwen niet? Waarom werken vrouwen niet? Terwijl was hij een beetje bedoeld. Ja. Uitdagend ook. Omdat ik mij zo verbaasde over het feit dat in Nederland driekwart van alle vrouwen part-time werkt. Ja. En bij de mannen is het bijna andersom. 80% van de mannen werkt fulltime, dus maar 20% werkt parttime. Ja, dus daardoor dacht jij... Ja, waarom werken dan de vrouwen niet? En natuurlijk werken vrouwen wel, maar minder uren. En ja, het is ook bedoeld om te prikkelen, want je kunt ook zeggen van iemand die thuis is, die werkt heel hard. Weet je wel? Ja. En zorg is ook werk. Maar dit ging om betaald werk. En ik wilde heel erg graag dat mensen erover gingen praten. Nou, dat is gelukt. Oké, ja, inderdaad, helemaal met zo'n titel. We hebben volgens mij een heel klein introductiefilmpje over de serie. Gaan we nu even naar kijken. Een fulltime werkende vrouw, die ook moeder is, dat is in Nederland echt zeldzaam. Nederlandse vrouwen zijn kampioen deeltijdwerken. Bijna 3 op de 4 werkt parttime. Als jij minder wil werken, dan betekent dat in de toekomst dat een ander meer moet werken. In de nieuwe serie Waarom werken vrouwen niet? Onderzoekt Lisbeth Staat dit oer-Hollands fenomeen. Tuurlijk, ik heb gewoon een hele oude rijke vent getrouwd. Zo kom ik aan die auto. Waarom werken vrouwen niet? Donderdag bij KRO NCRV op NPO 3. Yes. Maar is dat... weet je, ik kan me voorstellen, want ik had meteen... De vraag dan, is dat een probleem? Dat is een hele goede vraag. Want voor heel veel mensen is het geen probleem. Je kunt in Nederland eigenlijk goed rondkomen van 1,5 inkomen als je een stel bent. Mm-hmm. Dus dat de een fulltime werkt en de ander een baantje heeft. Tussen aanhalingstekens. In ieder geval 20 uur werkt of zo. Ja. Dan kun je gewoon leven. Maar er zit een enorm risico aan. Want als we het over cijfers hebben. 1 op de 3 huwelijken gaat stuk. En dat zijn dan de officieel gehuwde stellen. Dus mensen die samenwonen, een relatie hebben. Mm-hmm. Die gaan, je kunt misschien zeggen, de helft van alle relaties gaat stuk. Omdat iemand... Nee, niet omdat... In het algemeen. Oh, okay. Maar wat gebeurt er dan? Ja. Dan is toch meestal de vrouw die parttime werkt en de man die fulltime werkt. Mm-hmm. Dat is gewoon nou eenmaal nog zo. En dan blijft de vrouw achter met het minste salaris. Mm-hmm. En als je dan ook kinderen hebt, ja, dan belanden die toch
in de bijstand. Of in ieder geval een veel minder welvarend bestaan dan de man. Dus ik wilde heel erg graag dat mensen daarover na gingen denken. En ieders keuze is een keuze. Mm. Ik zeg niet, jullie moeten allemaal gaan werken. Maar als je het doet, realiseer je wat de consequenties zijn. Of maak er afspraken over. Want is het dan zo, want je hebt het niet alleen in Nederland, heb je deze vraag gesteld, je bent ook naar het buitenland gegaan. Nou ja, ik ben naar het buitenland gegaan, maar eigenlijk om te vragen, waarom werken vrouwen daar wel? Want wij zijn in Nederland een soort eilandje in Europa, waar de vrouwen voornamelijk part-time werken. In België werken 80% van de vrouwen fulltime. Dus hoe kan het dan dat het in Nederland groot verschil? Ja, nou dat was ook de vraag die achter deze titel schuilt. Waarom werken die vrouwen niet? Ja. Wat is dat? Is dat iets in onze cultuur? Hebben we het slecht voor elkaar? Vinden we het raar als vrouwen veel werken? En daar ben ik dan in 4 afleveringen naar op zoek gegaan, naar het antwoord op die vraag. Heb je een beetje antwoord gekregen? Ja, een beetje. Ja? Kijk, het is geen keiharde wetenschap, hè? Er is onderzoek gedaan, het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek, die turft. Dus die weet heel goed hoeveel vrouwen er part-time werken, hoeveel mannen, in wat voor sectoren, of je technisch opgeleid bent, of praktisch of theoretisch. Mm-hmm. Dat kunnen ze allemaal turven. Maar de waarom-vraag, ja, dat is heel moeilijk te onderzoeken. En we zijn wel op fenomenen gestuurd die denk ik echt wel waar zijn. We hebben in Nederland een enorme moedercultus. Dus, wat houdt het in? Nou, ik noem het de moedercultus dat als jij moeder bent en wij komen elkaar tegen op het schoolplein, dat we dan zo'n beetje naar elkaar kijken, heb jij wel een goede tractatie bij je? Oké, moeders judging other mothers. Totaal. En ook, wij levelen heel erg het feit of je goede moeder bent of niet, lezen wij af aan het aantal uren dat je besteedt met je kind. Kinderen. Dus als jij fulltime werkt, dan zul je vast geen goede moeder zijn. Terwijl, dan zorg je ook voor je kind. Want je zorgt voor financiën, je zorgt voor een dak boven het hoofd, je zorgt voor een warme maaltijd op tafel. Mm-hmm. En, dus dat zit erin. Dus wij hebben het idee dat we pas een goede moeder zijn als je ook alle clubjes van je kinderen of speelafspraakjes, als je die zelf faciliteert en zelf heen en weer fietst. En in Nederland is kinderopvang gewoon heel lastig. Toeslagenaffaire. Ja, het is echt ongelooflijk duur. En onwijs duur. Ja. En dat is in andere landen echt anders geregeld. Wat ik net zei, is dat in het buitenland dan wel anders geregeld? Dus heeft dat misschien ook... Zeker, dat is absoluut... Kijk, toen ik op de basisschool zat, had je een campagne, een slimme meid is op haar toekomst voorbereid van de overheid. Ja, in andere woorden, meisjes, denk na, straks moet je zelfstandig zijn, economisch zelfstandig zijn. En we zijn nu 30 jaar verder, meer dan 30 jaar verder. En we zijn nog steeds kampioen part-time werken. Maar toen kreeg ik zelf kinderen en toen dacht ik, ik vind mijn werk hartstikke leuk. En mijn man vindt zijn werk ook heel leuk, dus we wilden alle twee blijven werken. En dan wil je opvang regelen. Toen dacht je, dat is onwijs duur. En B, de crèches en zo gaan stipt om 5:15 of 5:15 of 6:00 dicht. Ze zijn helemaal niet flexibel. Dus er wordt in de praktijk heel weinig rekening gehouden met werkende vrouwen in Nederland. En werk jij zelf dan fulltime? Ja. Parttime? Fulltime. Fulltime. En, maar zou je dat liever anders zien? Anders dan fulltime werken? Nee, ja, voor de vrouwen in Nederland. Ja. Weet je, zou je... Nou, kijk, de keuze wordt nu best wel belemmerd. Want eigenlijk, het is een beetje een paradox. Moet je best wel veel verdienen om fulltime te kunnen werken. Want dan moet je dus zorgen dat iemand op je kinderen past. Ja. En dan besteed je waarschijnlijk ook het huishouden makkelijker uit. En dat is, vind ik, echt doodzonde. Want dan zijn er dus vrouwen die wel willen werken misschien. Maar denk je, die kinderopvang gaat niet werken voor de crèche. Is een hele veelgehoorde uitspraak. Dus daar was ik denk dat daar nog echt een wereld te winnen is. En sowieso natuurlijk, je hebt geen incentive als vrouw als je vanaf 4 november gratis werkt in vergelijking tot een man. Dus, heel goed punt. Ja. De loonkloof. Ja. Ja. Vrouwen verdienen nog altijd 15% minder per uur. Maar was het 18 met het laatste onderzoek zelfs dat de kloof zelfs groter is geworden. Ja. Ja, en dat is inderdaad, als je dat vertaalt naar een jaar werken, moet je 4 november stoppen met je werk. Ja. Dan sta je pas gelijk. Dan sta je gelijk aan de mannen. Wat? Ja. Ja. Vanaf 4 november werken vrouwen in Europa door heel Europa heen gratis. Gratis. Ja. Ja. Hold ik zou even nog een tikje sturen naar je baas. Are you kidding me? Ja. En weet je hoeveel geld het je scheelt op een hele loopbaan, op een heel leven? Ongeveer 3 ton. Ja. Loop je mis omdat je een vrouw bent. Ja. Mannen worden beter betaald. Dus er moet echt heel veel gebeuren. En ze creëren natuurlijk ook het taboe van, we moeten niet praten over hoeveel je verdient. Want zo ben ik er toen ook achtergekomen dat mijn collega's meer verdienen dan echt? Ik zelf mijn verantwoordelijkheid had. En toen ben ik eigenlijk begonnen met praten over geld. Van, het slaat nergens op. Nee. Maar, en dan vind ik het heel dapper dat jij dat hebt gedaan.
Maar eigenlijk vind ik het belachelijk dat dat dan bij een individu ligt. Dus dan, ja, dus je werkt en dan moet jij zeggen, ja, sorry, mag ik meer verdienen of mag ik evenveel verdienen? Ja. Want als je dat niet gebeurt, overigens. Niet gebeurt, nee, nou, zie je? Niet, nee. Dan, en dat moet gewoon geregeld worden, dat moet gewoon verplicht zijn. In IJsland hebben ze sinds 2018 de wet dat bedrijven en organisaties moeten aantonen dat ze iedereen gelijk betalen. Ja, super. En dat is dus bij wet geregeld. Bij wet geregeld. En wat is het effect daarvan? Uh-huh. Dat sinds 2018 meer vrouwen deelnemen aan het arbeidsproces. Meer vrouwen gaan werken. Want het is natuurlijk ook belachelijk. Dat is een incentive. Ja, dat is een prikkel. Ja. Wauw. Ja. Ik heb trouwens mijn gast die meepraat, Deen Groothuis, nog niet voorgesteld. Maar je zit wel, en ik vind het heel fijn dat je meepraat. Klein kunstenaar onder andere. En zometeen ga je voor ons voordragen. Ga ik je helemaal ook nog van alles vragen. Maar I love this exchange. Want ik hoor nu ook dingen waarvan ik denk, had ik misschien moeten weten, of nou ja, dat weet ik nu, weten wij dat thuis ook allemaal nu. Maar had je dit ook tijdens dat je deze vraag stelde, hè, tijdens het maken van de document, zijn er ook dingen die je bent tegengekomen waar je, nou ja, waar je van verrast was, waar je oren van gingen klapperen? Nou, wat ik een hele goeie vond, kijk, die titel, waarom werken vrouwen niet? Mm-hmm. Ik vroeg me echt af, wat is het dat vrouwen minder werken? Want ze studeren trouwens, meisjes en jonge vrouwen studeren nu vaker af dan jongens. Ja, en met hogere cijfers. Ja. Dus er zit talent. En dat talent besluit als ze dat diploma op zak hebben, ik ga meteen 3 of 4 dagen werken. En niet 5 zoals de meeste jongens. Ik dacht, ja, maar hoe komt dat nou? En ik legde het probleem eigenlijk bij de vrouwen. Waarom gaan wij vrouwen niet werken? Is dat probleem bij hen te leggen? Nou ja, toen sprak ik, en dat was voor mij een eye-opener. Ja. Toen sprak ik een onderzoeker van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En die zei, ja, waarom werken vrouwen niet? Dat is een hele seksistische vraag. Mm-hmm. Je zou eigenlijk de vraag moeten stellen, waarom zorgen mannen niet meer? Of waarom werken mannen niet minder? Mm-hmm. En hij zei, en nou, sindsdien ben ik daar helemaal voor, fulltime werken, de nieuwe norm moet zijn, 4 dagen. Ja, 100%, 32 uur werkweken, 100% eens. En dan dat een werkgever als 1 werknemer een kind krijgt, En hij heeft een partner, dat dan vanzelfsprekend is. Oké, dan ga je dus nu 4 dagen werken. Omdat je dan allebei 4 dagen kan, heb je nog maar 3 dagen opvang nodig. We moeten een beetje af van dat fulltime is 60 uur werken of 40 uur werken. Het moet gewoon eerlijker verdeeld worden. Het moet niet alleen dat vrouwen hoofd kindverzorging zijn, en dan ook nog een carrière willen. Je moet het gewoon verdelen. Economisch gezien is het ook beter, omdat mensen meer de tijd hebben om geld te spenderen. Dus ook uiteindelijk op ecologisch voetgrond, zeg maar, gaan we ook meer geld uitgeven als we minder werken. En dat zie je dan inderdaad in landen zoals IJsland en dat soort dingen, waar mensen veel meer vrije tijd hebben. Mm-hmm. Die geven veel meer uit. En dat zie je meteen terug. Oh, zie je meteen terug. Niet eens. Ja. Oh ja, het is ook nog goed voor de economie. Precies, en, ja. Deen had gewoon in die serie gemoet, sowieso. Ja. Helemaal in het vervolg. En mensen, als je meer gaat werken, betaal je ook meer belasting. En dan kun je die hele kinderopvang weer van financieren. Er moet gewoon dat hele systeem, want het is al inderdaad veel langer bekend. Mannen verdienen veel meer, dat moet om. Ja. Waar gaat het om en wie moet daar aan beginnen? Nou ja, de politiek. En er komen verkiezingen aan in maart. En D66 en nog andere partijen hebben in hun programma kinderopvang moet goedkoper. Mm-hmm. Maar we hebben natuurlijk altijd een kabinet dat uit verschillende partijen bestaat. Ja. En vaak ook christelijke partijen. En voor hun achterban is dat helemaal niet zo relevant. Daar is de rolverdeling, nou, niet altijd, helemaal niet, maar traditiegetrouw iets traditioneler. Dus die, ja, we hebben nooit een 2 partijen, zoals in Amerika. Dan weet je, of de Democraten of de Republikeinen. Wij moeten altijd veel midden zitten. Ja, zeker. Dus er moet een keer iemand met zijn vuist op tafel slaan en zeggen, oké, dit gaan we doen. Het kost geld, dat gaan we terugverdienen. Ja. En dan kan er zo'n cultuuromslag plaatsvinden. Want als wij het hier aan tafel allemaal op individuele basis moeten regelen, ja, dat helpt ons niet echt vooruit. Betekent dit, hè? Want hè, je haalt er volgens mij 20 andere vragen uit als je inderdaad op onderzoek gaat. Een vervolgserie. Ja. Is dat in de making? Is nou, dat in gedachten? Ik zou dat heel graag willen, want ik heb zoveel reacties gekregen van allemaal verschillende soorten mensen, dat wil ik niet zeggen, maar verschillende reacties uit verschillende hoeken. Mm-hmm. Met weer een deelprobleem erbij. Of bijvoorbeeld onderhandelen over je salaris. Mm-hmm. En ik vond dat verschrikkelijk. Ja. Ik ook. Ja. Ik ben er ook helemaal niet goed in. Nee. Volgens mij vindt iedereen het lastig. Ik heb gewoon gezegd, ik wil met dit thuiskomen en anders kom ik niet werken maandag. Wat wil je? Je wil?
Ik heb gezegd, ik wil hiermee thuiskomen, okay. Anders kom ik niet werken maandag. En toen zeiden ze meteen, oké. Toen dacht ik, oh shit, ik heb veel te laag ingezet. Want waarom zeg je meteen ja? Hij heeft niet zijn best gedaan. Ja. Of jij bent een hele goede onderhandelaar. En je had een heel sterke... Ik weet het niet, hoor. Zeker door liefde. Ik weet het niet. Nee. Volgend jaar nog een keer proberen. Ja, 100%. Ja. Ja. Maar goed, er zijn dus genoeg onderwerpen waar je nog over zou kunnen doorpraten. Ja. En dus... door onderzoeken. Ja. Dus we moeten het gewoon in de gaten houden en hopen dat er nog meer komt. Maar wauw, tof. Interesting. Interesting. Dank je wel. En wij zullen het in de gaten houden. En inderdaad, volgens mij kan je hem ook terugkijken, de serie. Zeker. Nog online. NPO-start. NPO-start. Ja. Check het even, inderdaad. Want als je alleen de vraag leest, denk je misschien... ja, wat staat hier nou? Hè, klopt niet. Maar kijk even welke food for thought je hier uithaalt. Dankjewel, dankjewel. Eigenlijk heb je bijna jezelf een beetje geïntroduceerd. Maar ja. Je zit hier bij mij aan tafel. Klein kunstenaar, vertel. Wie is Deen Groothuizen? Ik ben een Rotterdammer die nu woont in Amsterdam. Ik woon in Noord, wat echt prachtig is. Ja. Het is echt het dorpje van Amsterdam. Want de stad is... Ja, het is de stad. Wereldstad natuurlijk, maar ja, Noord gestoord. Ja, ik woon er echt heerlijk. Ik studeer op de HVA. Ja. Waar ik social work doe. Dus dingen zoals gelijkheid en inclusie. Dat stond altijd heel erg dicht bij me. En nu voedt mijn opleiding dat alleen maar bij mij. En ik zet me dagelijks offline en online in voor inclusie. Mm-hmm. Diversiteit hebben we genoeg in Nederland. En dat maakt Nederland een ontzettend mooi land. Mm-hmm. En nu moeten we ervoor zorgen dat iedereen meespeelt. Ja. En daar maak ik me hard voor. Ja, en dat het niet alleen een woordje is wat op een papiertje staat... wat af en toe heel goed uitkomt. Absoluut, ja. Ja. Maar jij hebt je onder andere hard gemaakt. Verschillende dingen, maar prullenbak. Als ik zeg prullenbak, je hebt een... Geef prullenbakkie. Geef prullenbakkie. Ik heb het gelezen. Ja. En kan je ons kort hier even over wat vertellen? Want ik vind echt dat ik dacht, yo, logica. Nou, ik ben een transman. Ik identificeer mezelf als non-binair transmasculine. Klinkt allemaal heel medisch in de volksmond. Een transman die zich niet helemaal man of vrouw voelt. En ik menstrueer. Mm-hmm. En heel veel mensen vinden dat een heel moeilijk gesprek. Ja. Eén, omdat ze zeggen alleen echte vrouwen menstrueren en mannen doen dat niet. Terwijl er natuurlijk ook heel veel cis-vrouwen zijn die niet menstrueren, niet zwanger kunnen worden. Precies. En die zijn net zo erg vrouw als wie dan ook. En hetzelfde gaat voor transvrouwen. Nou, ik menstrueer. En ik kan momenteel op school mijn maandverband en tampons niet kwijt. Want er is geen prullenbak. Want er is geen prullenbak in de herentoilet. Ja. Oh, ja. Ik heb nog nooit over nagedacht. Nee, gelukkig. Daar ben ik blij mee. Nou ja. Eigenlijk niet. Waarom? Nee, ja. Ik ben blij dat je niet tegenaan loopt of niemand kent die er tegenaan loopt. Nee. Dat is gewoon vervelend. Ja. Mm-hmm. Ja. Dus voor de mensen die op de HVA zitten op Wieboud, ga niet je koffie halen op de vierde verdieping. Want ik moet nu mijn tampons weggooien bij het koffiezetapparaat. Totdat er een prullenbakje komt. Dus dat, ik ben in gesprek met verschillende mensen van de HVA. Voornamelijk met de facilitaire dienst. En op zijn Rotterdams gezegd is het een beetje stront tegen een helling. Het gaat heel langzaam. Het gaat veel te langzaam. Het gaat langzaam, dus het plaatsen van een prullenbakje... Ja. Dat duurt heel lang op de HVA. Ik heb nu toezegging gehad voor 2 prullenbakken op mijn verdieping. Zodat we niet het koffiezetprobleem hebben. En ze zijn bezig met genderneutrale toiletblokken te maken. In de tussentijd bieden ze eigenlijk alleen de prullenbak aan op de wc waar ik vaak naartoe ga. Mm-hmm. En blijkbaar staat in het bouwbeleid dat er binaire wc's aanwezig moeten zijn voor de mensen die zich ongemakkelijk voelen bij een gedeeld toilet. Waarbij ik denk, je hebt ook een gedeeld toilet thuis. Of heb je bepaalde afspraken met de mannen of vrouwen of non-binaire pareltjes in huis? Ja. Ja. Maar dit dwingt jou dus... Jij bent aangewezen op die ene of die 2 toiletten. Die moet je dan gebruiken. Oh, jij komt hier vaak, dus dan doen we die daar voor jou. Ik mocht zelf kiezen. Oh, wauw. Ja. Die zat naar de blok. Ik had wel een bepaald privilege. Ik mocht zeggen, doe maar die maar. Dus ik kreeg een plattegrond, een technische plattegrond. En toen moest ik omcirkelen om welke 2 toiletten het ging. En daar komen prullenbakkies... Wauw. Ja. En die moeten er nog komen ook? Ja, ik heb vandaag weer gekeken, stond er nog niet. Oké, okay, ja. Oké. Okay. Volgens mij ga jij voordragen voor ons en dat heeft er ook mee te maken, right? Ja, het wordt eigenlijk... ze hadden mij als advies gegeven, omdat ze in gesprek waren geweest... met mensen met een lichamelijke uitdaging... dat ik dan naar hun wc toe kon gaan. Wat voor mij heel apart voelt, omdat het eigenlijk zo is van...
pak een stoel, schuif maar aan, maar niet aan deze tafel. Ga maar naar een tafel die ook voor andere mensen bestemd zijn. Ja, 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 ja. En daar ga ik het voornamelijk op benadrukken. Dus ik ben even vergeten wie het gezegd heeft gezegd, maar je kan uitgenodigd worden voor een feestje. Dat is diversiteit. Maar als je niet wordt gevraagd om te dansen, is er geen inclusiviteit. Inderdaad. En jij wilt ook dansen op de dansvloer. Precies. Ga alvast naar je stukje, top, naar je dansvloer, want hier is die zeker voor je geopend. En weet je toch dat ik denk, waar hebben we het over? Ja. Right? Hier wordt een probleem gemaakt van iets wat heel snel opgelost kan worden. Ja, maar ja, dat doen we heel graag. We zetten dingen in hokjes. Er moet voor getekend worden. We moeten 120 vragen stellen en kijken hoe of wat. Maar gelukkig zijn er mensen die dan die 121 vragen ook willen stellen. En genoeg anderen die ze bijstaan. En ik ben heel blij dat we Deen hier voor ons hebben. Nu gaat voordragen, dus spit je oren en geef je oren aan Deen Groothuizen. Dankjewel. Hi, mag ik hier komen zitten? Oh, wel op een andere stoel. Is deze speciaal voor mij neergezet? Je zet me neer op een plek die volgens jou voor mij bestemd is. De kring buiten jouw kring. We maken een kringetje van jongens en van meisjes. Maar waar zijn de non-binaire pareltjes, de slimme en de wijsjes? Algemeen geliefd of liever niet? Ik zie mezelf niet, maar alsjeblieft, ik hoor hier ook. Je hoort me niet. Ik schreeuw harder voor hetgeen dat ik nodig heb. Dat ik onnodig door rep en roer ben, want niets is voor mij bestemd. Je wilt mij dicht bij je hebben, maar ver genoeg althans. Je schreeuwt om diversiteit, maar wat boeit het man of persoon of vrouw? Ik vouw mijn handen in elkaar nadat ze al mijn haren stuk voor stuk hebben gekust. Ze geven de schuld aan mijn vuur, maar werken tegen de blus. Ik wil een prullenbakje voor mijn maandverband. Je legt het verband niet tussen mij en een bak. Je hebt liever dat ik het zo doe. Praten? Nee, doe mij liever gezang. In een liedje is het leuk, maar waar is je fatsoen? Diversiteit is niet per se inclusie, dus wat ga jij eraan doen? Bel me terug, laat van je horen. Ik wil verdomme gewoon een prullenbakje. En daarna zal ik je nooit meer storen. Althans, niet meer over dit. Inderdaad. Dankjewel. Deen Groothuizen. Ja, inderdaad. De inclusiviteit. Wat ga jij eraan doen? Amsterdam, wat gaan wij eraan doen? Dank jullie wel sowieso voor het kijken. Alle gasten die er digitaal bij waren, maar ook hier aan tafel. Ontzettend bedankt voor jullie bijdrage. Voor de food for thought die wij vandaag weer hebben gehad. Waardoor wij kunnen denken, oké, maar inderdaad, wat is mijn aandeel hierin? Hoe kan ik hier aan mee helpen, dit wegnemen, dit toevoegen, het op de kaart zetten of moet het juist weg? Ik ben weer heel blij dat we vandaag de 5e editie met z'n allen hebben meegemaakt. Volgende week zijn we er weer en dan gaan we naar Nieuw-West en gaan we het onderhandelen hebben over de muren van West. Ik hoop dat je er ook weer bij bent. In ieder geval voor vandaag ontzettend bedankt. Mijn naam is Jennifer Munslag. Dankjewel. Tot ziens. Thank you.